hebben het toch altijd al op hand. Dagelijks HD. Hallo mensen, vandaag is het leuk jullie kijken naar een nieuwe Dutch McGrath moet je meer waar. Mijn naam is Milan Knol en vandaag kijken jullie weer naar een nieuwe Milan Speelt. Ik ben terug van vakantie. Al mijn vakantieklikjes die staan op mijn Instagram, Milan Knol. Dus als je benieuwd bent, nou, gewoon kijken. En vandaag gaan we een soort van vervolg doen op een aflevering die ik al eerder heb gedaan, Milan Speelt. Namelijk Poet Poet. Het bracht heel veel jeugdherinneringen voor jullie terug. Dus ik dacht, ik ga gewoon nog een versie doen. Want zo ging ongeveer de vorige aflevering. Uitgelach als ik vertel dat ik van courgette hap. Joepie! Die videolink staat in de beschrijving. En nu gaan wij beginnen met Poet Poet Joins the Circus. Laten we gewoon meteen in de game gaan. En beginnen met Poet Poet JP Rinaldo. Staat het grote circus JP Rinaldo komt naar Appelgem. Daar gaan we naartoe, Pep. Dat bedoel ik, ja. Olé! Wortus aan de top! Bigpost! Lekker! Tandrat! De huur! Nou, fantastisch! Wij gaan beginnen. Hoppakee, met de toeter gaan wij die kant op. Het is nog een hele rit naar het circus. We kunnen maar beter vertrekken. Op naar Appelgem! En daar gaan wij, naar Appelgem. Hé, hey, dat is een geit. Wat ziet die er aardig uit. Oké, we willen er langs, geit. Die geit verspert de weg naar Appelgem. Oh nee toch, nog 251 kilometer en die geit staat ervoor met zijn bakkes. Ja, ik heb het tegen jou, geit. Verdwijn eens gauw van mijn rails. Voordat ik verder ga, wil ik even een aankondiging doen. Want ik zie jullie nu al reageren met... Milan, ga je scheren? Ik dacht, ik zeg het alvast, dan hoeven jullie niet te reageren. Wat moeten we doen? Die geit moet weg. Met een toeter. Ook niet met een toeter. Toeteren werkt dus ook niet. Nee, dat zeg ik. Misschien kunnen we hier naar rechts. Oh, kijk eens aan. Wat is dit? Die prachtige bloemen komen misschien nog van pas. Ik denk dat ik... Oh wacht, bloemen meegenomen? Oké. Kijk, en een geit houdt van bloemen natuurlijk. Alsjeblieft. Kom geitje, hier geitje. Kijk. Dat deed hem. Wel bedankt vriendje. Graag gedaan man. Wel, technisch gesproken moet ik materiaal leveren aan het circus. Zaagsel. Tonnen en tonnen zaagsel. Oh nee! Kutgeit! Oh nee! Daar gaat mijn kaartje voor het circus. God. En ik heb geen geld meer voor een nieuw kaartje. Wat moet ik nu toch beginnen? Die geit afknallen. Jij maar eens gauw op mijn wagon. Dan breng ik je regelrecht naar het grote circus J.P. Rinaldo in Appelgem. Put. Jee. We gaan met de trein naar het circus. Jabbadabadoo! Dit is schitterend! Woehoe! Schitterend zien we dat, ja. We zijn er! Wauw! Hopen dat we de eigenaar kunnen vinden. Je hebt echt een rare, wazige, lage stem. Maar we gaan op zoek naar de directeur. Want de directeur die heeft een tot oplossing straks, op ons kaartje. Wel, put. Boot. Kijk, wie is dat? Hemeltje lief, u bent vast en zeker J.P. Rinaldo, de beroemdste circusdirecteur ter wereld. U ziet er niet erg gelukkig uit. Oh, nee. Ja, natuurlijk ben ik niet gelukkig. Oh, nee. Ik organiseer vanavond een reusachtige premièrevoorstelling. Ja? Een spectaculair spektakel waarvan je uitlaatpijp in de krul slaat. En je banden aan het roken gaan. Oké. Maar ik ben bang dat de show niet door kan gaan. Oh, waarom nee. Niet? Omdat alles hier één grote knoeiboel is. Oh jee. Rinaldo toch. Toen we hier aankwamen, is niks op de goede plaats terechtgekomen. What the fuck? Hij rijdt zijn snor voor zijn denkbeeld. En ook de anderen hebben problemen. Dit zijn de 5 sterrenattracties. Ik doe mijn uiterste best om te zorgen dat alles weer in orde komt. Een geit heeft mijn kaartje opgevreten.
Want een geit heeft mijn kaartje opgevreten. Ik moet meneer Rinaldo helpen met Tootle de Clown. Ja, dat weet ik. Okay. Let's go, laten we naar binnen gaan. Oh, wat is hier allemaal aan de hand? Nu sta ik echt in de grote tent. Oh. Wat een kans om eens goed rond te kijken. Als het circus naar je toe komt en de tent schiet uit de grond. Nog wat wegen en wat poetsen voor de show. De megashow! Oh. De kindjes zijn paraat. Het publiek dat wil erin. En natuurlijk limonade. En popcorn heb je zin. In die grote tent word je goed verwend. Al zijn de lichten uit, er blijft een glimlach op je snij. Grote tent word je goed verwend. Al zijn de lichten uit, er blijft een glimlach op je snij. In die grote Word je goed verwend. Als in de lichten uit blijft de glimlach op je snuit. Kom ook eens naar het circus, het is een leuk echt paardjes klus. In de Super Maxi Mega Band. In de Super Maxi Mega Band. Hey, applaus voor jezelf, ook voor jou thuis. Geweldig gezongen en gedanst. Prachtig. Wat doe ik met mijn leven? Wij gaan verder, het circus in. De tent is dicht. Wat zou er daar binnen zijn? Oh. Ik kan er niet door. Oh. What the fuck is dit voor shit? What the fuck komt hier uitzetten? Wow. Wat is dit voor shit allemaal? Sesam, open u. Gacha. Hoppakee. We gaan daar erin. Daar gaan we, Pep. Ah, de leeuw is droevig. De nieuwe pak ziet er belachelijk uit. Ja. Het is bespottelijk. Die stemmen. Zou willen? Zou jij er nog niet bespottelijk kunnen uitzien, Reggie? Amai. Ja, amai. Oh, waar ben ik nou beland? Een giraffe, een neushoorn, een kameeltje. En een aap en een... Pardon, sorry. We gaan beginnen met dat de neus. Dat is een neushoorn. Dat zeg die ik. Komt uit Afrika. God, dat zeg ik. Dat zijn de giraffen. Oké. Dat is een kameel. Dat weet ik ook. Dat is een dressoir. Paard, ja. Dat zijn apen. Apen en een papegaai. Dat is een toekan. En dat is een papegaai. Dat is een toekan. Sorry hoor, Poetpoet, dat ik dat dan even gewoon niet weet. Oh nee, de zielige zeehond. Oh. Hoi, ik ben Poetpoet. Ik ben Simon, de jonglerende zeehond. Oh ja! Ik weet zo'n fantastische Wacht, stem. Ik denk dat het me deze keer lukt. Poing. Ja, oh nee, helaas. Weer een mis. Wauw, dat ziet er moeilijk uit. Geloof het of niet, maar nu is het nog moeilijker dan het eruit ziet met die domme baller B. Gewoonlijk werk ik met 4 jongleerkegels. Maar ik doe wat ik kan, hè. Meer kan ik niet doen. Wat die stem? Als ik mij vanavond belachelijk maak, kunnen ze me nog altijd bij de clowns laten optreden, zeker. Wat? Milou Kakatoe wordt zingen nooit moe. Ik zorg soms voor Harry, ik ben dan ook een circusmerrie. Vooruit met die bult en vlieg erin. Krijg ik pah, die stem! Wij knappen ooit door de woestijn. Toch, hé, jullie twee daar. Eerst zingen en dan eten, oké? Allemaal! Het circus, we zijn beestjes uit het circus. Hey! In die dorpjes. Oh, mag ze steden. En altijd weer een nieuw publiek. Zijn we groot of nog zo klein? De kostuumjes glanzen fijn. Het circus, we zijn beestjes uit het circus. Een hele klie of dans, of zong, of wat gezwam. In een lippen eikstekking, is een schuimer van het uit. In het circus, we zijn beestjes uit het circus. Het circus, we zijn beestjes uit het circus. Heel mooi en leuk dat je hebt meegezongen thuis. Like voor jezelf. Tot zover de aflevering van Poetpoet. En ik kan het natuurlijk niet helemaal uitspelen, dat spel, want dat is gewoon raar. Als een volwassene zo'n kinderspel uitspeelt, denk ik. Maar ik hoop dat je heel erg hebt genoten en ik hoop dat je hebt geliked. En ik hoop dat je hebt geabonneerd op Dagelijkse D. Ik zie je graag volgende keer bij een nieuwe Milan Speelt. Doei!